How rich is Jesse Maya? Oh, who is Jesse Maya dating now? Let's find out. Elke pizza is gewoon beter met een crème fraîche bodem. Zeg maar, tomatenbodem, ja, cute, maar... Hi, ik ben Jessie. Oh, is dat zo? Ik weet het niet. Hi, ik ben Jessie. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En voor als je nieuw bent, welkom bij... Ik vind het heel bizar dat ik dit in de 6 jaar dat ik YouTube video's maak nog nooit heb gedaan. Maar in deze video ga ik mezelf googlen. Maar voordat we dat gaan doen, mag ik met volle trots zeggen dat ik voor deze video een sponsor heb waar ik super blij mee ben. Dus daar gaan we eerst even naar kijken en daarna gaan we mezelf googlen. Oké, voordat deze video begint, deze serie heeft me natuurlijk super erg geïnspireerd door nieuwe kledingstijl te proberen, nieuwe kledingsoort items te proberen. Dat is natuurlijk helemaal het doel van deze hele serie, want ik had niet echt een hele goede kledingsmaak. Het is nog steeds een beetje questionable, maar ik vind het wel veel leuker om te experimenteren met kleding, net als deze nieuwe outfit. Een super baggy broek, wat natuurlijk helemaal mij is, maar een wat meer sexy en girly topje erbij. Ik vind het super leuk om mixen te matchen en meer te proberen qua mijn outfit. Maar wat er vervolgens gebeurt, zoals jullie kunnen zien, ik heb niet heel veel ruimte voor kleding. Dus ik moet hier en daar kleding items verkopen en uiteraard mijn stijl verandert. Ik vind andere dingen leuk, ik vind andere dingen mooi. Dus hier en daar pak ik steeds dingetjes om te verkopen. En daar komt de sponsor van deze video geweldig bij van pas, want de sponsor van deze video is Vinted. Alles wat ik zeg maar verkoop, verkoop ik op Vinted. Want het is super makkelijk. Je downloadt de app, je maakt foto's van kleding items die je graag zou willen verkopen. Je uploadt het op jouw eigen kledingkast. En binnen no time heb je je geweldige items verkocht. Het chillen aan Vinted is dat je geen verkoopkosten betaalt. En dat de app super makkelijk is om te gebruiken. Dus download alvast de app. Want een aantal van deze items ga ik verkopen. Want het moet ruimte maken voor nieuwe items. Hieronder staat een linkje waar je makkelijk de Vinted app kan downloaden. En daar kan je ook mijn kledingkast met items vinden. Dus wil jij graag een paar van mijn oude kleding items kopen? Hieronder moet je wezen. En nu gaan we door naar de video. Oké, jongens, ik ga niet liegen. Het is niet alsof ik mezelf in de afgelopen 6 jaar nog nooit heb gegoogeld. Uiteraard heb ik mezelf wel eens gegoogeld, omdat ik het gewoon super interessant vond. De dingen die over mij te vinden zijn als je mij googelt, zijn best wel een beetje questioning. Ik heb mezelf al wel, denk ik, echt in meer dan een jaar niet gegoogeld. Dus ik weet niet wat erbij komt. Alleen, ik weet wel, als je bij Google Jessie Maya intikt, Jessie Maya man, that's fucking rude. Jessie Maya auto, Jessie Maya before, transphobic. Jessie Maya Instagram, Jessie Maya leeftijd. Ik krijg veel vragen hoe oud ik ben. Ongeveer 3, 4 jaar geleden vond ik het nog wel schattig om te zeggen hoe oud ik was. Nu vind ik het niet meer zo schattig om te zeggen hoe oud ik ben, maar ik ben 25. Recentelijk 25 geworden. Don't get it twisted, honey. Jessie Maya woonplaats. Jessie Maya's zus. Dat is ook very funny, want mijn zus zeg maar wil niet op camera. Ik heb 1 keer een video met mijn zus genomen, toen heb je haar niet gezien. Toen heb je alleen haar stem gehoord. Dus ik snap dat mensen daar naar googlen, maar wat krijg je dan? Ja, oké, dan krijg je dus de voice-over met mijn zus. Jessie Maya Range Rover, dus weer mijn auto. Jessie Maya tattoos en Jessie Maya operatie. We gaan eerst gewoon googlen op Jessie Maya. 58.400.000 resultaten in 0.64 seconden. Dat is veel. Als eerste link heb je mijn YouTube-kanaal. Als tweede link heb je mijn Instagram-kanaal. That's cute, that's fresh, that's fun. Dan heb je daaronder mijn afgelopen, of ja, volgens mij mijn afgelopen 3 video's. En dan aan de rechterkant heb je afbeeldingen. Jessie Maya, YouTuber. Jessie Desiree Bos, beter bekend als Jessie Maya, is een Nederlandse YouTuber. Ze is een van de grootste Nederlandse transgender influencers. Naast haar YouTube kanaal met 342.000 abonnees en ruim 94 miljoen weergaven, heeft ze op Instagram 254...
30.000 volgers. En dat zegt Wikipedia over mij. Geboren op 8 juni 1996, dus ik ben 25 jaar, in Apeldoorn. En mijn volledige naam is Jessie Desiree Bos. Ja, Tay, honey, get it right. Dan als je verder naar beneden gaat, heb je mijn Wikipedia pagina. Biografie, Jessie is geboren als jongen. Trivia, dat is echt maar toch zo'n vragenspel. Jessie heeft inmiddels meer dan 30 tatoeages. Nou, ik heb er inmiddels meer dan 80. Waaronder een van Dolly Parton en enkele van Lana Del Rey. Cute, fresh, fun. De Gelderlander. YouTube-ster Jessie Maya wil geen knuffels meer geven. Vond ik zo'n heftige titel. Ik vond dat zo heftig. Oh, die foto. Wat erg. En weer mijn dode naam. Wat kut. Ooit geboren uit je rondas. Oh, wat erg. Dit is denk ik de ergste persfoto ooit van mij gemaakt. Zeg maar, zo zie ik er nu uit. Zeg maar, dit is ook gewoon... Ik wil ook gewoon niet geassocieerd worden met deze foto. Dit is echt de ergste foto ooit van mij gemaakt. Met TikTok. Ik ben helemaal gaande op TikTok. Ja. Ik heb vandaag nog weer helemaal een nieuwe TikTok geüpload. Helemaal met dit outfitje, zie je het? Die heeft in 4 uur 124.000. Die gaat heel goed. Die is heel leuk. Nou, in ieder geval heel leuk. Die gaat heel goed. Als je me nog niet op TikTok volgt en je hebt TikTok en je bent helemaal zeg maar into de TikTok, volg me. Jessie Maya Facebook. Ik heb geen Facebook. Ik gebruik geen Facebook, dus ik weet niet wie dit is. Jessie Maya Afrotros. Lees meer over Jessie Maya. Oh, dit is zeg maar Pride Talk. Ja, oké, hier zat ik in. Zeg maar. En volgens mij zit ik in deze aflevering samen met Jeroen. Heel schattig. Op de dierenambulance met... Heb ik gedaan. Een hele leuke aflevering. Ik heb het zelf niet gezien, maar ik vond het heel leuk om het op te nemen. Dus ik hoop dat de aflevering leuk is geworden. RTL Boulevard, Jessie Maya. RTL Nieuws, Jessie Maya. Transformer, Jessie Maya. Koopt gewoon even een splinter nieuwe Range Rover A80.000. Is een handjob van Jessie Maya eigenlijk nog wel een handjob? Of valt zoiets onder besnijdenis? BNN Vara, Jessie Maya spuit een slikken heb ik gedaan. Jessie Maya Archieven Girls. Ik heb natuurlijk twee keer op de cover van de Girls gestaan. JessieAlinda.nl, heel cute. Jessie Maya deelt over haar Brazilian butt lift. Nou, dat zijn wel een beetje zeg maar de eerste twee pagina's wat je over mij kan vinden. Dan gaan we door naar de afbeeldingen. Nu.nl, Metronieuws.nl, YouTube, Hitkrant, Volkskrant, Linda, Cosmopolitan. Zeg maar, daar staan wel leuke titels tussen. Para.nu, what the fuck is Para.nu? YouTuber Jessie Maya heeft haar oude Mercedes weggedaan voor een nieuwe peperdure auto. Oh, wat cute. Ik ken deze hele site niet, joh. Para.nu. Zeg maar, ik had het al over deze foto, hè? Er is... van diezelfde shoot een nog ergere foto gemaakt. En ik ga er ook niet op klikken, want ik hoef hem niet ingezoomd te zien. Maar die foto, dat bestaat van mij, dat vind ik echt meer dan afgrijzen. Dit ook, weer zo'n persfoto en dan die kop. Oké, ik was hier wel echt een stuk voller. Maar mijn lieve geuten, die kop. Dit ook, de stentor, en dan krijg je dat. Weer voor die gezichtsoperatie. Ik zag er zo... Mijn wenkbrauwbot was zo heftig. Nou, ik vind dit zo'n schattige foto van mij en Jeroen. Ik vind het er zo cute uitzien. Tattoo Disasters. Ik zat ook in een aflevering van Tattoo Disasters. Dus dat is heel erg schattig. Met een hele goede foto. Lekker. Mensen googlen hier niet naar. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat het internet zegt. Wat ik verdien. Wat verdient Jessie Maya? Oh. Jessie Maya, YouTube kanaal, statistieken. Is het per maand geschatte inkomsten per maand? 72 euro. YouTubers.me. Yo. Geschatte inkomsten in de afgelopen 30 dagen. Tussen de 176 euro en 1.060 euro. Ik kan je vertellen dat dat niet klopt als ik zeg maar 176 euro zou verdienen in een maand. Het zou niet heel goed met mijn leven gaan. Jeetje. Oh, is het per dag? Nee, dit is niet per dag. Dit is per 2 weken. Dus ze geven hier aan dat ik in de afgelopen 2 weken tussen de 104 en 627 euro zou moeten hebben verdiend. Oh, dan kan ik volgens mij nog beter bij de Albert Heijn gaan werken.
Als dit klopt. Nou, Jessie Maya ongeveer 572 euro per maand. Hoe kan ik dit nog meer googlen? Jessie Maya net worth. What is net worth of Jessie Maya? Jessie Maya net worth. Dit is weer de YouTuber.me site. Mijn net worth, dus dat is zeg maar wat ik waard ben, is tussen de 35,7k en 214k. Dus zeg maar, dan zou ik 214k waard moeten zijn. En dat is dan gebaseerd op wat ik aan mijn view-inkomsten heb verdiend. Hier staat het. Wat is net worth of Jessie Maya? Net worth of Jessie Maya is approximately $115,000. Wat is dit voor site? Populair bio. Jessie Maya estimated net worth biography age. How rich is Jessie Maya? Sorry, maar according to Forbes. Bitch, Forbes does not know who the fuck I am. As if. According to Wikipedia, Forbes, IMDb, various online resources, famous YouTube star Jessie Maya net worth is 49 million at the age of 23. She earned the money being a professional YouTube star. She is from the Netherlands. Who dan? Who in, zeg maar, who zou ik 49 miljoen waard moeten zijn, zeg maar. Waar? Rich motherfucking bitch. Statsmash.com zegt dat ik 68.000 waard ben in augustus 2021. Dus dat is zeg maar super recent. Joh, wat een getallen allemaal. Ik zou echt mijn god niet weten waar ze al deze getallen vandaan halen. Ik vind het heel komisch. Ik vind het heel grappig. Hier ook weer totaal ander bedrag. Maar op 10 augustus 2021 zou ik 590.000 euro waard moeten zijn. Wie bedenkt dit? En waarom zijn er zoveel Amerikaanse sites over wat ik waard moet zijn? Jessie Maya still alive. Jessie Maya is alive and well and is a celebrity video webstar. Ik ga fucking stuk. Jessie Maya is alive and well, honey. Dat is heel grappig. Wat een rare sites allemaal dit. Oh. Who is Jessie Maya dating now? Let's find out. The 25-year-old YouTuber has done well. Jessie Maya's net worth is $100,000 to $1 million. Dat is dus zeg maar een gap van 9 ton. Countdown to Jessie Maya's next birthday. 9 maanden, 3 weken, 6 dagen en 19 uur. Nou jongens, er valt een hoop te vinden over mij op Google. Voornamelijk veel artikelen die geschreven zijn over mij. En wonderbaarlijk een hele hoop artikelen over hoeveel ik waard moet zijn met allemaal een ander bedrag. En sommige met een gap van 9 ton. Dus ik denk dat we er nooit achter gaan komen wat ik daadwerkelijk waard ben. Ik vond het wel grappig om mezelf te googlen. Ik ben niks tegengekomen waarvan ik echt dacht, wow, zeg maar, ik heb niet big scandals gehad. Los van de dingen die ik in mijn video's doe, gedraag ik me best wel. Dus ik heb niet echt schandaaltjes of zo, of scandals, of dingen waar heftige artikelen over geschreven kunnen worden. Ik heb nog nooit in de privé gestaan, ook al lijkt het me super iconic om op de voorkant van die privé te staan. Dus ja, er is zeg maar niet heel veel spannends te vinden over Jessie Maya op Google. Dus ik heb mezelf voor jullie gegoogeld, nu hoeven jullie het niet meer te doen en zullen we er nooit achter komen wat ik waard ben. Ik vond het in ieder geval super grappig om eindelijk voor de allereerste keer in 6 jaar op mijn YouTube kanaal mezelf een keer te googlen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. In ieder geval, vond jij de video leuk? Geef even een duimpje omhoog. Laat hier beneden in de comments weten of jij het raar zou vinden als je zoveel over jezelf op Google zou kunnen vinden. Ik vind het namelijk een beetje onwennig, maar het komt er uiteraard bij kijken. Laat het in ieder geval beneden weten. Ik vind het namelijk super leuk om alle leuke lieve comments te lezen. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doeg!